Ik ben Suzanne. Ik zwem dagelijks in badbak, in open water, 4 seizoenen lang. Ik ben steeds vaker gaan buiten zwemmen, na een kopstaartbotsing in 2016. Ik ben op zoek gegaan naar andere gepassioneerde open waterzwemmers, die net als ik een verbintenis hebben met water. Hallo lieve Suzanne. Wat ongelooflijk fijn dat je mij gevraagd hebt om een frisse duik met je te nemen. Ook jouw verhaal is super inspirerend. Jezelf na een terugslag weer oppikken is ongelooflijk moedig. En dit delen met anderen nog veel mooier. Ik denk dat we heling en kracht van het koude water beide op onze eigen manier hebben ervaren. Vandaag een frisse duik met Kiki. Ik ben 25 jaar, kom oorspronkelijk uit Limburg. En ja, ben 3 jaar geleden begonnen met koudwaterzwemmen. Dus ik heb er echt vandaag zin in. Het is een mooie dag. We zijn bij de IJzerenman in Vught. Echt hier een prachtige locatie. Ik heb altijd het gevoel dat we ongeveer in kan zijn. We gaan koudwaterzwemmen. Maar wat heb jij met buitenzwemmen? Heel veel. Ik heb 3 jaar geleden ben ik begonnen met koudwaterzwemmen. En het heeft mij gewoon heel veel gebracht in mijn leven. En ik zou bijna durven zeggen, it's been my lifeline. Het was echt iets waar ik me heel hard aan vast hield om mezelf in een betere mindset te krijgen op momenten dat het niet zo goed ging. Daarnaast, na zwemmen, ook nog gaan freediven in koud water. Dus ja, dat is uiteindelijk deel van mijn bestaan. De winterwateren van Zuid-Australië. Voor de eerste keer dat ik erin ging zwemmen, was ook wel een heel mooi en intens moment voor me. Want dat was voor de eerste keer sinds maanden dat ik weer rust vond in mijn hoofd. En vanuit daar heb ik me eigenlijk zo aan vastgehouden, want die rust was er niet in mijn dagelijks leven. Ik was heel veel bezig met het verwerken van een trauma. Ik had heel vaak paniekaanvallen en dat soort dingen, waardoor ik gewoon die rust in mijn hoofd niet had. Want je hebt het echt intens beleefd, dus de allereerste keer in het water. Ja, dat klopt zeker. Het was een heel intens moment waarvan ik totaal niet verwacht had dat het zo zou zijn, dat het zo'n psychologische impact op mij zou hebben. Maar ik denk dat het zelf voor mij, de kou en het water, is een beetje als een forced meditation. Je gaat in een meditatieve toestand omdat er iets is wat je lichaam letterlijk aan het overleven is. Wat gaat er door jou heen op het moment dat je straks het water in gaat? Op het moment dat jij weet van oké, ik ga nu het koude water in, dit gebeurt er in mijn lichaam, dan ja, verlaagt jouw hersenen eigenlijk de reactie daarop. Je kent je lichaam als geen ander en je herkent de signalen als het misgaat. Mm-hmm. Maar is het wel eens misgegaan met jou in het koude water? Ja, dat is er een keer fors, om het zo maar te zeggen. Maar dat was ook in een situatie waarin ik niet op mezelf gefocust kon zijn. We waren een film aan het opnemen in Noorwegen, onder water, dus op 8 tot 10 meter diepte. Dus ik had gewichten in mijn zakken en om me heen. Dus ik zink meteen naar de bodem. Je zit onder water, het water is heel koud, je moet je adem inhouden. Er waren niet genoeg safety divers voor mij. Dat speelt allemaal mentaal mee. En ja, toen ben ik na een paar dagen filmen op de laatste dag flink in hypothermia terechtgekomen. Dus echt flink onderkoeld geweest. Dat mijn lichaam in kritieke toestand was gekomen. Je wordt er volgens mij nog best wel emotioneel van als je eraan denkt, hè? Ja, het heeft mijn lichaam heel lang gekost om weer warm te worden. Mijn hart voelde heel koud aan, want mijn hart was koud bloed aan het pompen. Naast dat je in Nederland zwemt, zwem je ook veel in het buitenland, hè? Ja, dat klopt. En ga je ook nog naar het koude water? Ja, in maart ben ik weer in Finland, waar ik voor afgelopen jaar voor het eerst onder ijs gedoken heb. En dit jaar gaan we dat weer doen met een groepje mensen. Kan ik mee? Ja, tuurlijk! Ik zie het helemaal zitten hoor. Het gaat heerlijk zo. Maar je vertelde eigenlijk toen we begonnen te praten over dat het een periode niet goed met je ging. En dat het water echt jou geholpen heeft om een trauma te verwerken. Kan je iets meer vertellen over dat trauma? Toen ik in Thailand aan het werk was, ben ik door een van mijn collega's verkracht.
En voor mijzelf is de verkrachting nog niet eens het trauma geweest. Het is het feit dat ik, omdat hij een collega was, besloten had om hem niet aan te geven. En een week na mij heeft hij een ander meisje verkracht. En dat liet mij zo schuldig voelen dat ik eigenlijk iets had moeten doen. Als ik hem had aangegeven, dan had ik dat kunnen voorkomen. Toen heb ik echt een half jaar tot een jaar in een neerwaartse spiraal gezeten. Waar ik op een gegeven moment ook niet meer wist hoe ik eruit kwam. En toen heb ik een video gezien van Wim Hof, de Vice documentaire. Waarin hij zegt, try my method to become happy, healthy and strong. En zelf had ik er niet direct zoveel van verwacht. Maar ik wilde dat wel heel graag. Ik wilde heel graag weer happy, healthy and strong zijn. Dus toen dacht ik gewoon van ja, fuck it. Ik ga dat gewoon een keer doen. En nooit verwacht dat ik mezelf in het water zo zou tegenkomen. Het was echt niet dat het na één koudwaterduik allemaal opgelost was. Ja. Maar langzamerhand leer je steeds meer elementen van jezelf kennen. Ik denk, voor mij, als ik in koud water ga, komen er altijd emoties naar boven. En het is nooit dezelfde. Soms voel ik ook weerstand en denk ik, nu even niet. Of heb ik haast en dan baal ik van die haast. Ik heb het gevoel dat ik echt leef in het water. Als ik op het moment dat ik in het water ben, dan voel ik werkelijk elke prikkel, elke vezel, elke gedachte, alles komt binnen. Alles komt binnen, mentaal en fysiek. En ja, dat hoor ik jou ook soort van zeggen. En het is niet erg om een keer geen zin te hebben of ja, minder enthousiast te zijn. Het stomme is dat hoe slechter het weer, hoe enthousiaster ik word. Omdat ik me dan misschien stiekem wil challengen van ga ik het doen of niet. Yeah. En heel veel doe ik misschien ook wel wilskracht. En mensen vinden dat wel eens een negatief woord, wilskracht. Dat het je negatieve energie kost om iets te doen. Maar ik denk, ja, hoe zie jij dat? Zie jij dat als negatief iets? Het woord überhaupt wilskracht? Nee, ik denk dat het juist iets heel positiefs is. Want ons lichaam kan zoveel meer dan wij denken. Ja. Onze geest kan zoveel meer dan wij denken. Alleen omdat wij tegengehouden worden door ideeën die we hebben of dingen die dan niet normaal zijn. Juist als je die wilskracht kunt vinden om dat te challengen, om daar tegenin te gaan en te zeggen, nou, ik wil wel kijken of mijn lichaam in de winter door kan zwemmen, door kan gaan, in de hagel, in de regen. Dan ontdek je zoveel in jezelf, dan ontdek je zoveel kracht. Ja, ik heb gewoon lekker een hey, wat zie ik hier naast mij? Echt extreme geloof. Wat is dit? Ja, dat, een vin, maar dit is wel... Dat zijn freedivingvinnen. Die zijn speciaal gemaakt om zo diep mogelijk te raken onder water. Dit is wel je persoonlijk item, toch? Ja, dat klopt. Ik vind hem echt fantastisch, echt fantastisch. En je hebt dan ook nog een snorkel erbij. Ja. Want hoe lang kan je nou eigenlijk onder water blijven? Hoe goed ben jij? Hoe lang kan je adem inhouden? Dat hangt er een beetje vanaf de temperatuur van het water, maar ook hoe ik geslapen heb, hoe ik gegeten heb. Ja, allerlei factoren alles, die meespelen. Allerlei factoren. Ja, klopt. Ik weet dat ik elke dag het sowieso 1 tot 2 minuten kan doen. Ja, bizar. Maar we kunnen zoveel meer dan dat we denken. Ja. Het lijf kan zoveel meer. Het zit hem heel veel hier, hè? In je hoofd. Ja. We gaan zo het water in. Ik zal je mijne laten zien. Ik heb ook een prachtige snorkel zet. Ik denk dat we de helende kracht van het water beide op onze eigen manier hebben ervaren. Hierdoor ontstaat er vrijwel direct een prachtige band. Begrip, maar ook begrepen worden, is het mooiste wat er is. De kracht van de natuur. De natuur om ons heen. Maar vooral ook de natuur die in onszelf schuilt. Kiki, als je zo gaat het water in, althans we zijn al onze benen in het water. Hé hey, Kiek! Ja? Het water is 5,4 graden. Oh, nice. Ik zie er echt uit als een muppet. Ja. Het is de eerste keer dat ik mijn snorkelsetje gebruik. Nou, en wanneer doen we dan de dingen aan? Ja, dat kan niet. Oh, dat kan. Ik ben nu met de pro, hè? Dus ik weet het allemaal niet. Ik ben gewoon een leek.
best moeilijk lopen zo. Ja. We lopen achteruit. We lopen iets makkelijker. We zijn allemaal net zo'n deel van de natuur als het water zelf. De kracht die wij uit deze elementen halen is onze eigen kracht. Een power die ons zoveel meer geeft om ons potentieel in beeld te brengen. Bedankt voor al jouw mooie beelden, verhalen en frisse duiken. Liefste Kiki.